geachte kijkers en vooral ook kijkertjes. We staan hier op het Ridderplein in Gemert en we wachten op de komst van de Goedheiligman. We wachten op Sinterklaas. Ja, het is allemaal weer een beetje anders dan anders. De corona. Sinterklaas zelf valt natuurlijk in de heftige risicogroep, gezien zijn leeftijd van 800 plus, dacht ik. Ik besef me nu, kijk al naar het kasteel, dat hij dat dus heeft zien bouwen. Dat is opmerkelijk, daar zou ik hem ook wel een vraag over willen stellen. Maar ik snap, daar gaat het vandaag niet om. Vandaag gaat het over pepernoten en suikergoed. En dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat het Ridderplein al aardig vol staat met kindertjes die de komst van Sinterklaas verbeiden. Hallo, zijn jullie familie? Zijn jullie zusje en broers? Ja. Dus jullie... Ja. Ik ben het kleinste. Ja. Jij bent duidelijk het kleinste, maar ik ga nou door mijn knieën, dan ben ik een beetje het kleinste. Ja. Hé, waar staan jullie op te wachten? Sinterklaas. Oh, komt hij hier dan? Ja. Ja? Is dat zeker? Ja. Oh, en wat hopen jullie dan te zien en te krijgen? Snoepjes. Pepernoten. Veldwachter, even voor Gemert Centraal. De vraag is, is alles onder controle? Alles onder controle. Het paard van Sinterklaas is vrijgemaakt? Ja, het pad is vrij, het paard is rustig. Hij is in aantocht, dus alle kindertjes hier, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, maak het pad nog verder vrij. Ja, we zullen... zullen we de Sint begroeten. Ja, de techniek staat tegenwoordig voor dienst. Nee, wat vroeger niet hoor. Nee. Maar... Nou ja, je moet met je tijd meegaan, toch? Zeker. Ja, nou, veel succes vandaag. Ja, leuke dag nog. Hoe was de reis van Spanje naar hier verlopen? Vrij rustig. Een paar moeilijkheden. Sinterklaas was niet op de stoomboot, maar die was er gelukkig al. Die was gelukkig al in Nederland. Nu hebben we een beetje een probleem met het pakjesruim. Ai, ja. Betekent dat niet alle cadeautjes door gaan komen? Jawel. Er wordt hard aan gewerkt om het op te lossen. We kunnen toch met een gerust gevoel naar de schoen morgenochtend bijvoorbeeld. Ja. Er zijn al een paar pakjes die zijn niet in het pakjesruim, maar het meeste staat er nog in. Maar we gaan het regelen. Komt goed. Ik hoop erop. Ja, ik hoop. En ik zou zeggen een fijne intocht. Dankjewel, komt goed. Hoi. Die twee met die rollator, die ga ik ook interviewen. Dag Piet. Meneer Simon. Ja, meneer Simon. Oma. Dat is oma, hier hebben we meneer Simon. Hoe is dat de meneer van de televisie? Ja. Horen we nu over de televisie? De vraag is, wordt het niet tijd om met pensioen te gaan als je met een rollator zo'n lange tocht moet maken? Nee, het lukt nog wel. Ja, we vinden het zo gezellig hier in Gemert dat we ieder jaar toch wel weer mee willen komen. Vooral ook met het dorp van Sinterklaas. Ja, daar zitten we, hebben we ons eigen huisje. Ja? Opa heeft de sleutels bij. Ik heb de sleutels voor het dorp. Boven de kijkertjes even. Zijn we op tv? Niet aanraken. Kijk, dat zijn er veel. Veel, hè? Kijk, deze is van de grote behoefte. De grote behoefte? Ja, maar we hebben ook voor de kleine. Ja, die hebben we ook een heel kleintje, hè? Een heel kleintje hebben we er ook bij zitten. Zal deze misschien? Ja, ik moet elke keer zoeken.
Ja, en maar, als die kleine behoefte heftig is, en je moet gaan zoeken. Maar oma, we hebben oma nog, hè. Oma is nog goed van geest. Nou, ik wens jullie een heel goede tocht. Ja. En, ja, ik hoop... En, even ergens plassen. Ja, ja, even plassen. Dat kan wel. Met de kleine sleutel kan dat. Kleine sleutel. Dankjewel. Fijne Sinterklaas. En, lief zijn, hè? Want we weten hier, we kennen hier. Ja, toen, hè. Weet je nog? Hallo. Hallo. Oh ja, nou, daar, ja, die gaan we goed opstellen. Saskia, maak erbij, hè. Zo. Ja, nou is het meest duidelijk wie er komt. Ja. Zit. Ja, hartstikke goed. Ja. En allemaal braaf zijn, want we krijgen ons niet. Waar wij van Omroep Centraal nou erg benieuwd naar zijn, wat doet een eend in de optocht van Sinterklaas? Wij volgen het broodspoor en het pepernootspoor. Ah, is dat spoor al gelegd? Het spoor is gelegd, maar je moet wel goed kijken. Als je goed oplet, zie je de pepernoot en dan kun je eens mee. En, op een eentje achteraan. En als de kinderen die nou allemaal oprapen en ze zijn weg, raken we dan de weg kwijt? Ja, dan kom ik niet meer thuis. Dag allemaal, hier in Geen met Bakel. Dan zijn we toch weer blij dat wij hier kunnen zijn. Hè? Al die lieve kindjes, het is hier fantastisch. Dag Piet. Hallo. De bakfietspiet? Ja, klopt. Nee, de voorraad. Kijk, ik heb allemaal pepernoten bij me. Dat is een uiterst belangrijke waarde. Ja, ja, zeker. Anders kunnen de pieten niks uitdelen. Dus ja, ik zorg dat de voorraad gepeild blijft. Ja. Een hele belangrijke piet. Ja, klopt. Moet je daar nou voor gestudeerd hebben? Af en toe een beetje. Ja, een klein beetje wel. Ja. In ieder geval een fantastische baan. Ja. Succes ermee. Ja, dank u. Langs de route. Ja. Ja. Hallo. Hallo. De pieten worden steeds moderner. Ook met een echt rijbewijs? Ja, ja, ja. Maakt niet zomaar. Ook in Spanje moet je daar een rijbewijs voor hebben. Zeker. Vandaag wel een beetje voorzichtig, hè? Er lopen allemaal kleine kinderen. Heel rustig. Rustig aan. Opletten voor de kinderen. Goed zo. Succes. Dankjewel.
Dag Piet. Goedemiddag. De ene Piet. Ik ben uitkijkpiet. Ah, de uitkijkpiet. Ja. Dan is zo'n eend wel handig met een open dak. Ja, tuurlijk. En daar heb je nog een eend bij, hè? Ja, die hebben we ook al gezien. De gele eend, midden op de weg. Piet van de gele eend, midden op de weg. Midden op de weg. We houden het. Ja, oké. Goed. Heel succes met de centraal. Centraal, ja. Dag burgemeester. Ja, goedemiddag. Dit is wel een van de belangrijkste taken van het burgemeesterschap, of niet? Nou, ik heb hier weer een jaar lang naar uitgekeken. En als je dan ziet dat het weer mag. En al die blije gezichten. En vooral Sinterklaas die ontzettend gelukkig is. Dat hij weer in Geemert mag zijn. Ja, wat wil je nog meer als burgemeester? Dit is geweldig. Dit is het toppunt. Dit is het hoogtepunt van het jaar, ja. We zitten al aan het einde. Dus ja, het is geweldig. Ik ben blij dat het doorgaat. Veel plezier. Dankjewel, jullie ook. Goedemiddag. Goedemiddag, Simon. Het lijkt wel alsof de schimmel ineens van kleur is geschoten. Nee, van deze is weer onder de pannen. En de andere is weer op de pannen. Oh, dus deze is puur een trekpan. Ja, ik show de cadeaus mee. Hè. Dus we komen Sinterklaas direct nog op de schimmel. Het lijkt meer de pakjesbot. Ja, er staan prachtige pakjes. We hebben geen kanaal hier, dus... Ja. Is er ook eentje bij voor Omroep Centraal? Ja, dat weten we niet. Dus ik denk dat je helemaal onderop zit dan. Ah, jammer. Maar we wachten gewoon geduldig af. Ja, ik denk dat het beste is. Ja. Hey, een goede tocht. Ja. Ook voor het paard. Ja, komt goed. En wij wachten op zin. Die komt al zo lang. Hartstikke goed. Ik heb hem al gezien. Goed zo. Ja, dankjewel. Hallo. Wat hebben we hier, Piet? Hier achter u? Ja, we hebben allemaal post. Allemaal verlanglijsten, tekeningen van de kinderen. Dus die verzamelen we nu allemaal. Dus als je nog niet hebt geleverd, kan het nu. Nou, het lijkt me groot genoeg om heel wat envelopjes te bevatten. Het zit ook al best wel vol. Ja, tuurlijk. Ja, dat heel veel hebben we al ingeleverd ook al de afgelopen dagen. Ja. Maar nu ook al veel, hoor. Nou, ik ga nog vlug nadenken over wat ik allemaal wil hebben. Dankjewel. Haalt hij dat? Ja, niet te ver. Dag Sinterklaas. Eventjes voor de omroep. Mag dat? Vindt de schimmel dat ook? Die vindt, hij is een beetje ongeduldig, maar we komen er wel. Hij kijkt goed naar de kinderen ook. En alles coronaproef? Helemaal. Ja, want u hoort natuurlijk wel tot de risicogroep. Ja, helaas wel. Ik mag dan niet in de hoek zijn. Moet dat er ook in de wijs geven? Ja, kan jouw naam er al in staan? Benna. Wil lekker lopen. Lekker bewegen. Zenuwachtig. Bent u een man? Ja, natuurlijk. Bent u ouder dan 80 jaar? Ik dacht het wel, ja. Heeft u een baard dan?